Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet waar zijn? Hoe kan je dit in godsnaam gewoon vinden op AliExpress? Dit is echt het beste wat me is overkomen, oprecht. Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een AliExpress shoplog voor jullie. En ik wacht al zo lang om deze video op te nemen. Ik heb echt al... Nou, ik denk dat ik ongeveer 2-3 maanden geleden begon met dingetjes kopen voor deze video. En... nu pas kan ik hem opnemen, dus ja, ik wacht echt al super lang. Ik heb echt heel veel leuke spulletjes gekocht op AliExpress. Ik ga jullie vandaag heel veel verschillende leuke dingetjes laten zien, maar ik ben met alles echt super blij. Ik moet wel van zeggen dat ik eigenlijk alles wel al open heb gemaakt. Ik heb nog niet alles per se gebruikt, maar ik heb het wel allemaal open gemaakt. Maar dat is misschien juist ook alweer fijn, want van sommige dingetjes kan ik daardoor wel alvast een review geven wat ik ervan vind. En ik heb echt oprecht zoiets geweldigs ontdekt op AliExpress. Ik weet zeker dat jullie het ook echt geweldig gaan vinden. En dat jullie echt heel blij zijn dat ik dit met jullie ga delen. Dus ben je nou benieuwd wat het is? Blijf dan vooral verder kijken. Klik deze video vooral niet weg, want jullie moeten dit echt zien. Ja, ik ben super excited om deze video op te nemen. Voordat ik verder ga met de video... ben je nou nog niet geabonneerd op mij, doe dat dan zeker even. Ik maak heel veel leuke video's en ik zou het super leuk vinden als jullie op mij abonneren. Dat kan hier beneden door op de rode abonneerknop te drukken. Dus doe dat zeker even, zou ik heel erg leuk vinden. Maar goed, laten we dan nu snel gaan beginnen met mijn AliExpress shoplog. Sommige dingetjes zijn dus al uitgepakt, dus ik ga gewoon random, het ligt hier allemaal op mijn bed uitgestald. Ik ga gewoon random dingetjes pakken en het aan jullie laten zien. Oké, het eerste wat ik heb zijn deze drie kettingen. Ze zijn alle drie goud. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk bijna altijd zilver draag. Ik heb wel mijn naamketting. Die is goud. Maar over het algemeen hou ik wel meer van zilver. Ik draag wel meer zilver dan goud eigenlijk. Maar goed, ik wil daar eigenlijk gewoon wel een keertje gouden sieraden weer proberen. Dus ik heb hier drie kettingjes gekocht. Maar ik ben er wel echt achter gekomen dat ik zilver gewoon echt mooier vind. Ik heb er eentje met een klein rondje. Eentje met een vogeltje en eentje met een gouden roos. Dus dat. Oké, de ketting met de roos die was 77 cent. De ketting met het vogeltje was 27 cent. En de ketting met het rondje was 20 cent. Dus dat is natuurlijk echt helemaal geen geld. Ik zet trouwens in de beschrijving alle linkjes van de producten. En ik zet daar ook bij hoe lang het heeft geduurd voordat het kwam. Ik weet het niet meer van alles, maar ik heb het van heel veel dingen wel bijgehouden. Dus ben je daar nou benieuwd naar, dan moet je even in de beschrijving kijken. Dan heb ik ook wat ringen besteld. Die heb ik hier. En dit was dus een set met nou ja, al deze ringetjes. Ik draag in principe altijd alleen mijn eigen ringen. Dat zijn er twee. Even kijken op die andere hand ook. Maar ik vind het ook wel leuk om af en toe wat andere ringen te doen. Het enige nadeel natuurlijk wel hieraan is dat het nep zilver is. En je weet hoe dat gaat. Dan krijg je dus allemaal van die blauwe randen op je vingers. En dat vind ik wel echt super jammer altijd. Maar een tip daarvoor is... doe blanke nagellak op je ringen smeren. Want dan wordt dat net even wat minder. Je hebt het alsnog wel, maar wel minder heftig. Maar dit zijn dus allemaal een soort van... bohemium ringen. Ik zal anders wel even een foto plaatsen van de advertentie. Dan zie je wat beter wat voor ringen het zijn. Ja, je kan deze dus heel leuk combineren. Je kan ze zeg maar op je knokkels dragen. Sommige kunnen wel gewoon helemaal om je vinger heen. Maar goed, ik vind ze dus echt super leuk. En ik ben dus echt heel erg blij met deze ringen. Deze ringen waren 78 cent voor een set met 10 ringen. Dus dat is wel echt heel erg chill. Dat is echt geen geld. Hierin heb ik washi tape zitten. En deze washi tape vond ik echt heel erg leuk. Ik kijk heel veel naar de video's van Creachic. En zij bestelt dus ook vaak washi tape op AliExpress. En daardoor was ik helemaal geïnspireerd en dacht ik, dit ga ik ook doen. Ik heb hier een washi tapeje met een soort van verbrande rand. En dit vond ik wel heel erg leuk voor in mijn bullet journal. Ja, dat is gewoon leuk als je dat langs een plaatje plakt. Dan is het zeg maar net alsof je... plaatje zeg maar verbrand is. Dus ik vond deze echt super vet. En deze die kostte 77 cent. Dan heb ik hier nog een pakketje. En hierin zitten drie pennen. Dit zijn namelijk namaakpennen van de Micron, hoe heet deze dingen? Van de Pigma Micron pennen. Sakura Pigma Micron pennen. Zo. Ja, ik weet niet. Ik zag dit op AliExpress en ik dacht, laat ik dit gewoon uitproberen. En ik moet zeggen, ik ben er super tevreden over. Ze werken super goed. Ze kosten 65 cent per stuk. En ik vind het gewoon prima werken. Ik heb er eigenlijk niks op aan te merken. Ze zijn echt heel, eigenlijk wel heel erg goed. Ik heb natuurlijk niet de echte, dus ik kan het daarmee ook niet vergelijken.
Maar ik vind ze echt prima. En ik heb ze in de diktes 01, 02 en 005. Dan heb ik hier nog een washi tape. Ja, ik vind de washi tapes op AliExpress zo super leuk. En ja, ik vind ook echt dat je die hier niet in de winkels per se kan krijgen. Dus dat maakt het wel heel erg verleidelijk om daar washi tape te halen. Dit is washi tape met lettertjes. Oh, dat vind ik zelf ook altijd heel erg leuk. Het is gewoon wit met bruine lettertjes. En wat er allemaal op staat, geen idee, daar gaat het ook niet om. Het gaat gewoon om dat dit gewoon leuk staat in je bullet journal. En deze washi tape was 74 cent. Dan hebben we nog meer washi tape. Dit zijn twee dezelfde. Ik denk dat het een beetje fout is gegaan, want ik heb er gewoon maar één besteld. Maar ik heb er twee gekregen. Dat is ook met lettertjes, maar dit keer een bruine. En deze vind ik ook heel erg leuk. Deze heeft zwarte lettertjes en dit is meer een beetje een soort van getypt. En die andere waren meer, zeg maar, geschreven. Dus deze. En die vind ik ook heel erg leuk. En die ga ik zeker weten ook heel veel gebruiken in mijn bullet journal. En deze washi tape kost €1,30. Dus die is wel wat duurder. Ik weet ook niet precies waarom. Maar ach ja, weet je. Ik vind het helemaal prima. En dan hebben we nog meer washi tape. En dit keer is het een hele grote rol. Dit is een, zeg maar, een washi tape in een krant opdruk. En dit vond ik ook super leuk. Want dan scheur ik meestal daar een stuk van af. En dan plak ik dat onder mijn plaatjes in mijn bullet journal. En dat geeft gewoon een ontzettend leuk effect. Dus hier ben ik ook heel blij mee. Deze was €2,55. Ik heb hier nog meer ringetjes. Dit zijn wat simpelere ringetjes. Ik zal ze even eruit halen. Ja, ik weet niet. Het zijn gewoon hele, ja, rustige zilveren ringetjes. Hier heb je dan wel leuk, maar ik zal hier weer even een plaatje in beeld zetten, zodat jullie meer kunnen zien wat het is. Deze waren 42 cent en daar krijg je dus 6 ringen voor. Oké, dan komen we nu bij de laatste paar bullet journal spulletjes aan. Als eerst heb ik deze twee inktpads gekocht, want ik gebruik tegenwoordig ook van die clear stamps. Dus het zijn stempeltjes, daar had ik inkt voor nodig. En bij de Action bijvoorbeeld hadden ze dat niet toen ik er toen was. Volgens mij hebben ze het nu wel. Dus toen heb ik het op AliExpress besteld. En dit was echt, geloof ik, 20 cent per stuk. Echt geen geld. Ze werken super goed. Ik heb er al eentje uitgeprobeerd. Het zijn allebei gewoon hetzelfde, maar goed. En het werkt super goed. Dus ik ben hier echt heel erg tevreden over. En dan als laatste heb ik nog stickervelletjes. Dit zijn clear stickers van allemaal gebouwen van over de hele, nou niet de hele wereld, maar van Tokio, Parijs. Ja, het zijn eigenlijk een beetje gekke stickertjes. Ik had eigenlijk meer gehoopt dat het wat meer de bekendere dingetjes zijn. Er staat hier bijvoorbeeld wel een stickertje van Disneyland en zo. Dat is wel heel erg leuk. In Tokio dan. Maar ik vond dit wel hele schattige stickertjes. Dus ik dacht, die nemen we mee. En dan had ik ook nog Londen stickers gekocht. Zoals je ziet heb ik er al heel veel gebruikt. Want ik heb namelijk al mijn Londen pagina's gemaakt in mijn bullet journal. Maar dit is echt zo super leuk. Ze hebben hier echt hele schattige stickertjes van Londen. Ze was zelf een heel klein stickertje van de Oyster Card. Dat is zeg maar hun OV-chipkaart. En nou ja, ik vond het gewoon echt heel erg leuk. Dus deze die heb ik gebruikt voor in mijn bullet journal. Dat stickervelletje met al die gebouwen was €1. En de Londen stickers waren 97 cent. En dan gaan we nu denk ik gewoon maar door met hetgene waar ik jullie eigenlijk al de hele tijd over misschien in spanning heb gehouden. Ik heb dus iets ontdekt op AliExpress. En het kwam eigenlijk doordat ik een vriendin tegenkwam in de trein. En die had dus een tas bij zich. En dat was deze tas. Wacht even. Zij had namelijk deze tas bij zich. In een andere kleur wel. Maar deze dus. De kleine Fjall Raven Kanken. Of hoe je het ook uitspreekt. I don't know. En ik zeg zo, oh wat leuk. Ja, ik vind die ook zo leuk. En ik heb ze ook in dit groot. Bla bla bla. En toen zei ze, ja, die heb ik dus van AliExpress. Echt, nou jongen, mijn mond viel open. Ik kon niet meer. Ik was zo excited toen ze dat zei. En toen ben ik eigenlijk gelijk naar AliExpress gegaan. En heb ik ze ook besteld. En ik weet zeker dat heel veel van jullie nu echt denken van, oh my god, I need this. En het is natuurlijk eigenlijk hartstikke, het mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want AliExpress verkoopt dus eigenlijk gewoon fake Fjall Raven, moeilijk naam. Het is gewoon een namaak. Maar je kan ze ook niet zomaar vinden. Ik ben er echt super blij mee. Ze kosten dus, deze was €15 en deze was €16 ongeveer.
Nou, dat is dus echt geen geld. Want als je bedenkt dat deze nieuw gewoon 80 euro kosten, deze kleintjes. Dat is gewoon niet normaal. En deze kosten maar 15, 16 euro. Tuurlijk is het ergens ook een beetje, ja, lullig of zo. Want ik bedoel, die mensen die maken tassen, dat merk. En dat wordt vervolgens gewoon hartstikke fake verkocht op AliExpress. Maar ja, weet je, ik vind het gewoon echt te veel geld om het nieuw te kopen. Ik wilde bijvoorbeeld al heel lang deze gele. Maar ik dacht van ja, ik ga echt niet 80 euro neerleggen. Met het risico dat ik het letterlijk over een paar weken, maanden, jaren niet meer leuk vind. Dus daarom heb ik het gewoon lekker op AliExpress gekocht. Ik bedoel, voor 15 euro maakt het dan allemaal niet meer zoveel uit. Maar goed, nu zijn jullie waarschijnlijk heel erg benieuwd hoe je dat dan vindt op AliExpress. Het eerste wat ik doe, ik ga gewoon naar Google of Pinterest of whatever waar ik een plaatje kan vinden. En dan zoek ik gewoon Fjallraven Kanken tas. Nou, we hebben er hier één in het roze. Die sla ik op. Dan ga ik naar de app van AliExpress. Je moet het dus wel even op je telefoon doen, want op je laptop, ja, of tenminste, ik kon die functie niet vinden op mijn laptop. Maar goed, dan ga je dus hier, ik ben op zoek naar. En dan zie je dus bij de zoekbalk, zie je dus een fotodingetje ernaast staan. Nou, daar klik je op. Nou, dan ga je hier naar, gewoon naar je galerij. En daar zie je dan de Fjallraven tas. Die zet je er dan in, dan wordt die dus geüpload. En dan, ja, ik wou net even zeggen, dit is niet goed gegaan, maar jawel. En als je dan naar beneden scrolt, dan zie je hier dus allemaal namaaktassen van Fjallraven. Het kan eigenlijk echt niet. En ja, ze worden er altijd heel snel weer uit afgehaald ook. Maar er worden wel elke keer ook weer nieuwe opgezet. Dus ik heb bijvoorbeeld niet het exacte linkje van waar ik hem heb gekocht. Ik doe gewoon elke keer dit en dan klik ik er gewoon op eentje. Nou ja, deze niet beschikbaar. En je moet ook niet afgeleid raken als bijvoorbeeld op het logo iets anders staat of zo. Want vaak als je het bestelt, dan is het gewoon weer normaal. En kijk, dan heb je hier bijvoorbeeld, kan je alle kleurtjes hier kiezen. Het is echt ongelooflijk dit. Ik was ook echt shock hoor, toen ik dit zag. En dan kan je hier dus de grootte kiezen. Deze link is trouwens niet heel goed, want je moet er wel op letten dat je zeg maar niet boven de 20 euro bestelt op AliExpress. Want dan kunnen er heel veel invoerrechten komen. Dus ik zou wel altijd even ervoor zorgen dat je onder de 20 euro blijft. Maar goed, zo moet je gewoon even op een paar gaan klikken. Totdat je het goede bedrag hebt en dan bestellen. Het is echt heel erg eigenlijk. Ik voel me bijna schuldig dat ik dit zeg. Maar het is gewoon echt oprecht zo chill. En ik ben er zo super mega blij mee. En ik maak ook echt geen grap dat ik zeg dat dit echt gewoon super goede kwaliteit is. I mean, het labeltje hangt er zelfs aan. I can't. Maar ik heb deze dus al gebruikt in Londen en ik heb er echt niks op aan te merken. Het is eigenlijk gewoon exact hetzelfde als mijn echte Fjallraven. En dan als laatste heb ik nog wat bikinis, badpakken, et cetera, besteld op AliExpress. Omdat ik hier gewoon heel erg benieuwd naar was. Het eerste badpak wat ik heb is deze. Een beetje moeilijk te laten zien. Maar het is dus een badpak en hij heeft een hogere neklijn. En dit is dus ook een dupe van een ander merk. Dit badpak is namelijk een dupe van de kleding van Albion Fit. Misschien ken je dat wel op Instagram, moet je maar even opzoeken. Hebben superleuke bikinis en badpakken, maar zijn wederom super duur. Echt over de $100, dus zijn echt mega duur. AliExpress heeft gewoon namaken ervan op de website. En ik zag deze en ik dacht van ja, deze wil ik echt bestellen. Dit is gewoon helemaal me, streepjes, love it. Ik heb dit badpak in de maat L gekocht. Ik heb namelijk normaal gesproken maat M. En meestal is het wel zo als je op AliExpress koopt qua kleding of zwemkleding. Dat je altijd wel even één maat groter moet doen die je normaal hebt. Hier ben ik heel erg blij mee. En ik zal jullie nu even laten zien hoe die staat. Oké, dit is hem als ik hem aan heb. En ja, ik vind hem echt zo super leuk. En hij zit super goed, super mooi. En ja, ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Ik heb wel de cups eruit gehaald. Er zaten volgens mij cups in, maar die heb ik eruit gehaald. Dat vind ik gewoon niet zo chill. Het is wel een vrij sportief model. Het is niet echt dat je denkt van wow, wat sexy of zo. Het enige wat misschien wat meer sexy is, is de achterkant. Dat zal ik even laten zien. Het is namelijk de achterkant. Nou ja, zoals je ziet zit hij bij mijn billen ook gewoon heel mooi. Dus het is gekruist op de achterkant, dus dat is wel heel erg leuk. Maar ja, ik ben er gewoon echt heel blij mee. Ik vind hem super leuk. En ja, hij past ook echt helemaal bij mij. Omdat ik dat badpak zo super leuk vond, had ik besloten om nog eentje te bestellen in een andere kleur.
En ja, dit badpak had ik gezien op de Instagram van Marla Catherine. Ik hou van haar, echt intens. En toen ik het bij haar zag, dacht ik echt van, oh my god, deze is zo cute. En die hadden ze dus ook op AliExpress. En hier is hij dan. Hij is volgens mij wel echt wel een beetje anders dan de echte. Volgens mij is deze echt wel een stuk feller. En tuurlijk, het is niet hetzelfde, maar het lijkt er wel op. Ja, ik heb deze dus ook in de maat L gekocht. Die anders had goed, dus ik heb het gewoon in dezelfde maat. En deze vind ik ook heel erg leuk. En ik zal ook bij deze even laten zien hoe die staat. En dan is dit het andere badpak. En ja, deze vind ik ook heel leuk. Het is heel anders en ook best wel opvallend. En toch wel wat aparter of zo. Ik denk niet dat iedereen dit leuk zou vinden. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ik vind hem wel mega leuk. Deze zit ook super mooi. En zelfde rug als die andere. Dus ja, hier ben ik ook heel blij mee. Hij zit gewoon super leuk. En ja, helemaal blij mee. En trouwens wel best wel klein. Ik ben 1,64 meter. En ik denk wel dat als je een langere, zeg maar, een langere body hebt, dat dit wel een beetje krap zou zijn. Maar ja, voor mijn lengte is dit helemaal prima. Dus ja, dat wilde ik er wel nog even bij melden. Dan de prijzen van deze badpakken. Die met die streepjes heb ik voor 8,84 euro gekocht. En die andere heb ik voor 7,84 euro gekocht. Maar dat komt geloof ik omdat er toen een soort van sale was op AliExpress. Waardoor ik wat korting erop had. En dan als allerlaatste heb ik ook nog een bikini gekocht. Waar ik ook heel erg blij mee ben. Maar het is dus deze. Dit is het topje. Zwart met witte stippeltjes. Ik vond het super cute. Ik dacht even van, oh, ik wil dit. En ja, deze dus. Dit is het topje en die zit heel erg goed. Ik had deze trouwens in de maat M genomen. En dan is dit het broekje. Oh, ik heb verkeerd om. En dit broekje is dus een beetje high waist. En hij heeft best wel een cheeky bottom. Dus je ziet best wel een beetje lekker je billetjes. Maar dat vind ik eigenlijk wel chill. Want het is gewoon chill met zonnen en zo. Deze vind ik dus echt heel erg leuk. En ja, dit setje ga ik sowieso echt vaak dragen. I really like it. En ik ben gewoon heel blij dat het goed zit. Want dat is altijd maar weer de vraag. En dan is dit de bikini. Nou ja, ik vind hem echt geweldig. Ik vind hem zo leuk. Hij heeft echt, ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ik vind hem gewoon echt amazing. Ik weet verder ook niet wat ik erover moet zeggen. Maar ik vind hem gewoon echt zo leuk. Hij zit gewoon heel erg goed en leuk. En ja, ik weet niet. Ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Dus ja. Deze bikini die kostte 9,37 euro. En dan waren dit alle items die ik heb gekocht op AliExpress. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. En dat jullie weer wat inspiratie ervan hebben gekregen. AliExpress is super gevaarlijk. Als je er eenmaal aan begint, kan je niet meer stoppen. Het is gewoon zo leuk en alles is zo goedkoop. En je kan er echt alles vinden wat je wil. Als je goed zoekt. En ja, het is echt amazing. En ja, dan was dit de video alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!